Nou, er was een signaal afgegeven over de wijze waarop TUI en KLM omgaan met SLM. Het aantal vluchten is uitgebreid. De markt van TUI wordt alleen maar groter. Tot voor kort hebben TUI en SLM met elkaar samengewerkt. Die samenwerking is onlangs opgezegd. Maar wat betekent dit voor de toekomst? SLM wordt straks geheel weggedrukt. TUI is een maatschappij die zich richt op pakketreizen. SLM over het algemeen op personenverkeer tussen Suriname en Nederland. En omgekeerd. Druk je dat weg, is SLM straks ook helemaal weggedrukt. Dan ontstaat er werkloosheid. Zowel hier als op Zanderij. Mensen worden broodeloos. Ook de toeleveringsbedrijven gaan daar het slachtoffer van worden. En dat willen we voorkomen. Wat about SLM dan? Hebben zij niet zelf huiswerk? SLM heeft huiswerk te maken. We weten dat alles niet goed gaat bij SLM, maar dat is een andere zaak. SLM moet intern de zaken op orde krijgen, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Op dit moment is aan de orde dat een buitenlandse onderneming jouw Surinaamse icoon kapot wil maken. En daar vormen we een cordon omheen. Dat willen we niet laten gebeuren. Dus wat moet er concreet gebeuren? Kijk, de maatschappijen moeten SLM weer als volwaardige maatschappij erkennen. We weten dat de enige reorganisatie hoort plaats te vinden binnen de SLM. Maar het kan niet op die manier gebeuren dat de twee sterken met elkaar gaan samenwerken en de zwakke broeder uit de markt drukken. Want dat is nu aan de orde. En ik vind dat wij als samenleving daar een verantwoordelijkheid in hebben. Ook de Surinaamse overheid heeft hier een verantwoordelijkheid om de binnenlandse markt te beschermen. Dit is een signaal. We hopen dat ze tot inkeer komen. En komen ze niet, dan gaan we heel die samenleving mobiliseren. Niet alleen hier, maar ook in Nederland gaan we de samenleving mobiliseren. Want dit gaan we niet over ons heen laten komen. Dit gaan we niet toestaan als gemeenschap. Sranan Sani! SLM! Onsani! SLM, Rana Sani, Vi Sani, Vi Sani.